dit is een algemene aanlegging. Voor wie het nodig heeft. Als je een persoonlijke reading wilt aanvragen, dan kan dat via mijn website. De link staat in de beschrijving van deze video. Ook een link naar de webshop als je dat leuk vindt om een kijkje te nemen. Nou, we hebben een Vartga. En de bottenverzamelaarster. Dus doe alsof het zo is. En het zal ook de waarheid worden. Met voortgang zien we dat er een vooruitgang is. Hè? Eindelijk gaan je dromen vorm krijgen of uitkomen. Eindelijk gaan de deuren die gesloten waren weer open. Er komt duidelijkheid aan. De mist trekt op. En het manifesteren zien we hier. Pentakels 10 en de pentakels 2. We zien wat twijfel hier aan jouw kant of juist aan de andere kant, hè, aan de kant van deze persoon. Maar we zien hier een vaste relatie ontstaan. Deze persoon wil een vaste relatie met jou. En met de schildknaap van pentakels zien we dat er communicatie gaat komen. Dus er komt communicatie jouw kant op. Hele liefdevolle communicatie met die ridder van kelken. Deze persoon die gaat jou vertellen dat diegene een vaste relatie wil met jou. Dat is wat diegene wil. Dat die wens is, die droom die in vervulling moet gaan. Hè? Koningin of koning van pentakels hebben we hier. En het schildknaap van kelken. Dus een hele mooie, lieve energie eigenlijk. Heel liefdevol en ook heel stabiel. Want we zien hier dus die lange termijn relatie ontstaan. Probeer daar ook op te vertrouwen, hè, dat het eraan komt. Want door te doen alsof, dus door te manifesteren, hè, dus je gelooft erin dat het gebeurt, dat het eraan komt, daardoor komt het er ook aan. Rad van Fortuin met gerechtigheid. Dus we zien hier een huwelijk. Hè? Die verandering, die voortgang, die gebeurt op dit moment. Het is op dit moment bezig. Die veranderingen die zijn er op dit moment. En het is eigenlijk bijna voltooid. En dan gaat het om die beslissing die genomen wordt. Die beslissing om dus contact op te nemen. Hè? Om die communicatie terug te laten keren. Ridder van Zwaarden. Met de bekers 2. Dus
Soulmate kaart hebben we hier. Dus dit is jouw soulmate. Deze persoon is zich bewust van die soulmate connectie tussen jullie. Ook al lijkt het misschien niet zo, hè? Misschien lijkt het voor jou alsof deze persoon niks voelt of zich misschien helemaal heeft afgewend van deze connectie. Maar niets is minder waar. Deze persoon is heel erg met jou bezig en ook met die connectie en bezig met te denken van nou, hoe kan ik bij jou terugkeren? Het lijkt erop dat deze persoon de beslissing heeft genomen om weg te gaan. Dus om van jou vandaan te gaan. En nu zien we dus dat ja, hij of zij daar spijt van heeft en het liefste weer wil terugkeren. Pentakels 3 met de aas van zwaarden. Dus daar komt een nieuw begin, hè? Een nieuwe communicatie. Inderdaad, die duidelijkheid die komt eraan. En je krijgt duidelijkheid, eerlijkheid, openheid over wat er toen gebeurde en ook wat er nu gebeurt. Want wat ik zie hier is dat deze persoon niet eerlijk is geweest in het verleden. Die is niet eerlijk geweest. Die heeft zelfs gelogen over de gevoelens die jouw soulmate wel of niet had. Misschien ging het erom dat deze persoon zei van nou, ik voel niet genoeg voor je om een vaste relatie aan te gaan. Of ik ben nog niet klaar voor een relatie. Of ik wil helemaal nooit een vaste relatie. Zoiets, hè. En ja, jouw soulmate komt er nu achter dat het helemaal niet klopte. En dat diegene dus heel graag juist een vaste relatie wil met jou. Door de bekers 3 met de bekers 9. Dus de communicatie die er gaat komen, die maakt jou heel erg blij. Is jouw wensvervulling. Het is een heel leuk bericht ook wat eraan gaat komen. Heel fijn. Maakt je heel blij, vrolijk en gelukkig. Dus dat ziet er super uit. Dan gaan we verder kijken. Geliefde. Dus zeker een soulmate connectie hadden we al gezien natuurlijk. In de wereld. En de duivel. Dat is een hele mooie tegenstelling, hè? De geliefden en de duivel met de wereld ertussenin. Dus een hele intense energie hebben we hier. We zien heel duidelijk het universum die zich ja, erin mengt of jullie stuurt, hè. En het contact wat gaat terugkeren, wat online gaat zijn. Dus ik ga nog even verder met de legging en de verlenging. We gaan kijken naar nou, wanneer dat contact gaat komen, wat daar precies uit gaat komen. En ook zeker hoe die toekomst eruit gaat zien voor jullie. En ja, wat er precies gaat gebeuren, hè? Wat meer praktisch gezien. Dus ik zet de link in de beschrijving onder de video. Dus misschien zie ik je daar en zo niet ook helemaal goed. En dan zie ik je de volgende keer weer. Oké, dag.